John, kun je ook een beetje met jaloezie misschien dit seizoen kijken naar een ploeg als PEC Zwolle? Nee, ik kijk niet met jaloezie, ik kijk wel naar met bewondering. Kun je uitleggen? Nou, jaloezie vind ik niet zo'n hele prettige eigenschap. Ik heb wel bewondering voor de manier waarop ze, hoe ze het met elkaar doen dit jaar. En dat oogst veel respect van mijn kant uit. Het zijn natuurlijk twee vergelijkbare ploegen normaal gesproken, PEC Zwolle en Heracles. Dus gewoon kijk naar begroting en regio ook hier. Is het dan toeval dat PEC Zwolle nu een jaar het wat beter doet? Geen idee. Alles komt volgens mij goed. valt goed. Wat ik zeg, gewoon een prima ploeg. We hebben goede spelers aan boord. En ja, we staan ook gewoon resultaat. Dus dat is uiterst knap, denk ik. Kun je Zwolle en Heracles een beetje met elkaar vergelijken? Nou, als club zijn, dan denk ik wel dat ze op elkaar lijken. En, het zijn allebei mooie clubs, denk ik, die uiteindelijk met minimale middelen gewoon maximaal presteren. En dat is denk ik alleen maar knap. Hoe staat je ploeg ervoor? Goed. Ja. Als je kijkt naar de beschikbare spelers? Nou ja, alleen Jeff Hardeveld en Dario van der Buijs zijn niet beschikbaar. Voor de rest is iedereen beschikbaar. Daarover, hè, Jeff Hardeveld, is natuurlijk altijd over gezegd. Maar ik zag een kaartje voorbij komen op de sociale media van NAC Breda. Die hem een hart onder de riem steken. Hoe is dat eigenlijk in de groep op dit moment rondom Hardeveld? Want het lijkt me ook een klap voor zo'n jongen. Ja, dit is natuurlijk de worst nightmare, zullen we maar zeggen. Voor hem, hij heeft het natuurlijk ook eerder meegemaakt. Maar hij loopt hier rond en de jongens vangen hem goed op. Ik zie al regelmatig toch alweer een glimlach op zijn gezicht. Daar ben ik blij om. Hij wordt in maart geopereerd en dan moet hij gaan werken aan zijn revalidatie. Ja, dat is gewoon niet leuk. Dat is een feit. Alleen Jeff is gewoon een fijne jongen en dat vindt iedereen eigenlijk wel in de groep. Dus we proberen hem te helpen waar we kunnen. Want wat kun je doen, hè, om zo'n jongen te ondersteunen? Ja, gewoon positief blijven en zorgen dat hij onderdeel blijft van de groep. Een paar jongens keren weer terug. Duarte en Van Hintem speelden mee met het tweede elftal. Ja, hoe gaat het met hen? Goed. Ik heb gezegd net, hè, twee spelers hebben we niet op mijn beschikking. De rest is allemaal beschikbaar. Dus we gaan de selectie aan het einde van de dag bekendmaken. En dan zullen we zien wie er allemaal bij zitten. Wie is de favoriet eigenlijk morgen? Geen idee. Wat ik zeg, PEC komt op bezoek. Is gewoon een prima ploeg. En ik denk dat wij ook een prima ploeg hebben. Dus het wordt een leuke wedstrijd, hoop ik. Ga je ze nog op een speciale manier bestrijden? Nee, we kijken altijd naar tegenstander. We kijken ook naar onszelf. En uiteindelijk moet je het op het veld laten zien met elkaar. En wat dat betreft gaan we gewoon lekker fris er tegenaan. Vorige week koos je voor Van Ooyen in plaats van Niemeyer. Is dat iets wat we tegen PEC Zwolle weer kunnen verwachten? Alles kan. Maar het is een optie? Het is zeker een optie, ja. Tot slot. Hoe is het met jouw telefoon? Word je al flink gebeld? Ja, die Edwin van Lente die blijft mij continu bellen. Dat is de persvoorlichter. Ja, ik word er helemaal gek van. Maar hij is geen club, hè? Nee, wat dat betreft. Heb je al gesprekken gevoerd? Ja, weet je, ik ga hier niet over mijn toekomst praten op dit moment. Is ook helemaal niet relevant. Ik ben bezig nu met Heracles Almelo. En we moeten morgen tegen PEC voetballen. En dat vind ik het belangrijkste. En wat ik zeg. Als er een keer wat concreets bij komt en ik kom uiteindelijk met de club, kom ik eruit, dan zal ik jullie dat zeer zeker melden. Tot die tijd doe ik ook geen uitspraak over dit soort dingen. Heeft ook niet veel zin. Het zijn alleen maar afleiders. Je moet geduld hebben. Ja, jongen. De lange adem.